Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat ik het met jullie even wil hebben over het portaal vandaag, 23-12-23. Je ziet onmiddellijk al de weerspiegeling en het feit dat er 2x23 naar boven komt. Maar nog meer is eigenlijk het stuk waar dat de energieën die nu geopend worden terug beschikbaar zijn, heeft eigenlijk te maken met een bepaalde vortex, met een bepaalde poort die in 2019, december 2019, gesloten werden. Onder andere door wat er dan op collectief vlak ook gebeurd is, maar wat dat een hele belangrijke invloed heeft gehad op tweelingbelangen. En zeker ikzelf in mijn eigen connectie heb dat heel hard gemerkt door het feit dat de geplande ontmoeting dat we in 2020 hadden eigenlijk op de valreep niet eens kunnen doorgaan doordat overal de grenzen dan werden gesloten. En die grenzen die gesloten werden, die kwamen eigenlijk ook voort uit dat portaal die eind 2019 gesloten werd. Omdat er een belangrijke lessen aan verbonden waren. Lessen die we nog meegenomen hebben vanuit de tijden waarin we beschavingen bemanden en in beschavingen wonen van Lemurië en van Atlantis. Je zou misschien denken dat Lemurië enkel de vrouwelijke energie was en Atlantis voornamelijk of enkel de mannelijke energie. Maar het is eigenlijk beide energieën. Waarom? Omdat heel veel tweelingvlamkoppels, waaronder ik zelf met mijn tweelingvlam daar één van ben, was, zijn we meermaals geïncarneerd in Lemuria of Atlantis. Ik zelf ben meer geïncarneerd in de beschaving dat we kennen als Lemuria en iets minder in Atlantis. Nu, een van de levens waar ik herinner, omdat dit van invloed is op mijn huidige incarnatie en de huidige connectie dat ik aan het vormgeven ben met mijn tweelingvlam nu, is er waar dat wij als hoogpriester en hoogpriesteres leefden in Lemurië. En waarin dat we eigenlijk onze drie kinderen dat we hadden opvoeden en grootbrachten op een manier dat we nu ook met de kinderen dat we nu hebben nu doen. En heel veel ideeën en heel veel dingen die we toen daar deden, waaronder bijvoorbeeld het stuk van healer, komt ook nu weer naar boven in dit leven. En dat is niet zo verwonderlijk, omdat met de momenten dat Lemurië en Atlantis eigenlijk ten val gekomen zijn, dan zijn er eigenlijk ook die hele diepe oerwondes ook weer getriggerd, waarin dat tweelingvlammen niet weer samen konden zijn. Ze werden letterlijk uit elkaar gescheurd. Wat de wonden van separatie, wat de wonden van afscheiding nog dieper heeft geankerd in onze energieën, in ons DNA. En dan alle andere levens waarin nadat we dus na de val van Lemurië en Atlantis geïncarneerd zijn, waren in de eerste instantie geen levens waar dat we met tweelingvlammen tegelijkertijd konden incarneren. In die zin dat je misschien wel tegelijkertijd geïncarneerd in dezelfde tijdspan, maar dan ga je elkaar al zeker niet ontmoet hebben, of als je elkaar ontmoet hebt, ga je elkaar zeker niet herkennen als zijn een tweelingvlam. Waarom? Omdat we toen alsmaar maar dieper en dieper getrokken werden in die materie en in die wereld van de 3D. Waarin dat scheiding nog groter werd en nog duidelijker voelbaar was. Nu, door het toedoen van Maria Magdalena en Joshua, of beter gekend als Jezus, die beiden twee geascendeerde meesters zijn en die toen de taak op hen genomen hebben om in die tijd naar de aarde te komen, samen als eerste tweelingvlammen opnieuw weer te incarneren om een pad van licht en onvoorwaardelijke liefde weer aan te leggen.
In heel veel religies worden zij niet erkend als tweelingvlammen, maar Maria Magdalena en Joshua zijn tweelingvlammen. Als je er lectuur op nahoudt en naleest, dan zijn er verschillende boeken er ook over verschenen, over Maria Magdalena. Ik kijk even in mijn bibliotheek. Bijvoorbeeld één van is De Verborgen Vrouw Spreekt. Maar ik zou zeggen, volg daar ook je intuïtie in. De Magdalena manuscript is ook een ervan, bijvoorbeeld. Maar volg daar in je intuïtie of wat het is dat je al dan niet naartoe getrokken wordt om te lezen. Maar dus, Maria Magdalena en Joshua zijn eigenlijk geascendeerde meesters die reeds in vorige incarnaties en vorige planeten, want ze zijn afkomstig of verbonden met de Pleiade, waar dat zij eigenlijk al in eenheid waren. Dus zij waren meester van belangrijke technieken, waarbij dat Maria Magdalena haar lichaam vooral en haar energie ter beschikking stelde van Joshua, omdat hij als mannelijke energie het voortouw nam om de boodschap naar buiten te brengen. Na zijn dood heeft Maria Magdalena dan nog een stuk overgenomen, maar dat vindt natuurlijk niet veel terug in de geschiedenisboeken. Maar dus zij heeft dan nog vanuit de eenheid dat ze waren, vanuit de verbinding dat ze hadden, en alles wijsheid dat ze nog wisten, want zij hadden een volledig bewustzijn. Omdat zij dat nodig hadden om de weg hier te creëren. En het beeld dat ik zie is dat dat ook de reden is waarom dat Joshua of Jezus ook regelmatig zich moest afzonderen van de wereld. Omdat de energieën op aarde op dat moment nog zoveel lager waren dan nu. En als je soms nu in een hele dense gebied terechtkomt waarin dat de energie heel laag is en je merkt welke invloed dat heeft op jouw energie, als jouw energie al wat hoger is, dan kan je begrijpen of kan je voorstellen hoe pijnlijk dat was voor Joshua om fysiek hier aanwezig te zijn met een volledige verbinding, met zijn volledige open bewustzijn. Hetzelfde voor Maria Magdalena. Maar zij was hier dus echt ten dienste van de missie dat ze samen hadden, maar dus voornamelijk ook Joshua als boodschappen moesten gaan delen. En dat is hetgeen dat we ook de afgelopen jaren weer gezien hebben dat gebeurde. Als je de verschillende periodes bekijkt van 2019 tot nu, werd eerst de eerste jaren de focus heel hard gelegd op de vrouwelijke energie. Omdat de vrouwelijke energie terug weer moest in die heelde energie komen. Weer die verbinding maken met zichzelf, weer de verbinding maken met het universum, met God, of hoe je het ook wil noemen. Om van daaruit dan een kanaal te zijn van onvoorwaardelijke liefde, opdat de mannelijke energie verdere healing zou kunnen ondergaan. Want de mannelijke energie, omdat die nog zoveel meer afgescheiden was en in de steek gelaten geweest, als het ware, door jarenlange verbanning van de vrouwelijke energie op aarde, want alles werd vanuit die vervormde mannelijke energie gedaan. Let op, er zijn ook periodes geweest waarin dat de maatschappijen en communities werden geleid vanuit vervormde vrouwelijke energieën. En dat beschrijf ik ook in mijn boek 96 Vlammen. En dus geen enkele bleek te werken. Dus geen enkele waar het dat maatschappijen en manieren van leven werd vormgegeven vanuit de een of de andere energie. Dus mannelijke en of vrouwelijke energie. Die vanuit die vervormde energieën, dus vanuit die wonden, vanuit het controle willen hebben, vanuit macht, vanuit willen gaan sturen, werkte in geen van beiden. Nu, dat was allemaal een onderdeel, maakte allemaal een onderdeel uit van de evolutie. En zijn we nu tot het punt gekomen waarin dat we naar die eenheid terug moeten keren. Die eenheid aan onszelf in eerste instantie, waarin dat we de laatste jaren de vrouwelijke energie geheeld hebben. En nu, de laatste maanden, jaar ook, maar vooral ook heel hard merk ik zelf de laatste maanden, ook de mannelijke energieën in onszelf en hiermee ook in onze tweelingvlam. Of bij de mannelijke energie in de connectie. En dus ook in het collectief, want dat hangt allemaal samen. Net omdat heel vaak hebben we ook de gedachte gehad van, en ik hoorde mensen dan ook zeggen van, je moet terugstappen in je vrouwelijke energie. En je moet vanuit je vrouwelijke energie.
En ja, er is inderdaad een hele harde periode geweest. En er zijn nog mensen die aan het begin van dat stuk staan, waarin dat inderdaad moet leren om terug die verbinding te maken met de intuïtie, om terug hun leven te leren vormgeven vanuit een hoger bewustzijn, vanuit die verbinding met het universum, vanuit de verbinding met het hogere zelf en jouw team. Leren werken vanuit de energie, we leren werken vanuit overgave, vertrouwen in plaats van vanuit controle. Maar nu zitten we op zodanig stuk in een fase van collectieve ontwaken, dat degenen die al heel veel werk gedaan hebben, nu ook gevraagd worden om nog dieper in die mannelijke energie te gaan healen. Om daar stukken nog dieper te gaan healen. En dat scheen dat december en ook november een heel groot thema was bij tweelingvlammen, waarin dat die mannelijke energie echt nog dieper mocht geheeld worden. Zodanig dat hij ook vanuit die mannelijke energie, die geheelde mannelijke energie, actie kan nemen en het nodige kan gaan doen in zichzelf. Waarin dat we dus niet alleen die eenheid in onszelf creëren, dus om vervolgens die eenheid ook in een tweelingvlamconnectie te gaan creëren, wat eigenlijk een weerspiegeling is van wat er gebeurt op grotere schaal. Namelijk die eenheid waarin dat we ons allemaal één voelen met alle andere zielen hier op aarde, geïncarneerd en niet geïncarneerd. Want daar gaat het eigenlijk allemaal over. Daar gaat het ascensieproces over, waarin dat je alle stukken in jezelf, die zoals we het noemen, schaduwen en pijnen en monden en wat dan ook zijn, maar die dus eigenlijk een zodanige lage frequentie hebben en die dus volledig afgesneden zijn van het licht en dus niet in staat zijn om die hogere frequentie dat we eigenlijk constant ontvangen via ons kroonchakra, via de Antakarana, vanuit de verbinding met de bron en het universum, of God of hoe je dat ook wil noemen. Dat kan niet volledig doorstromen in ons fysieke lichaam en of in onze lichtlichamen, omdat er nog veel te veel stukken zijn. Als je het zou zien op bijvoorbeeld een X-ray of zoiets, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat het beeld dat ik krijg is dat er plaatsen zijn waarin dat er echt nog schaduw is, waarin dat er andere plaatsen zijn in je cellen, als je het cellen van je lichtlichamen bekijkt. Waarin dat die cellen stralend zijn. Daarin komt die diamantenenergie helemaal doorheen. Maar zolang dat er nog stukken zijn die schaduwen weergeven, en dus dat niet één briljante ster, één briljante diamant is dat je ziet op die X-ray als het ware, op die energetische X-ray, dan is er nog werk te doen. Dan zijn er nog stukken dat we verder mogen healen en het verder liefde mogen geven. En dat is hetgeen waar dat er ook over gaat. Het belangrijkste doel van een tweelingvlamconnectie in eerste instantie is die eenheid terug in jezelf creëren. Die balans creëren, terugbrengen tussen je mannelijke en vrouwelijke energie, tussen het boven en beneden, wat beneden het fysieke 3D is, de realiteit die leeft nu. En boven de 5D en hoger is, waarin dat je hogere zelf is, waarin dat je verbinding met je ziel is. Zodanig dat jouw ziel, jouw energie volledig kan neerdalen in je fysieke lichaam. En dat je eigenlijk dan op dat moment vanuit, ook als een geascendeerde meester hier, jouw leven vormgeeft op aarde. En op dat moment ben jij, door het feit dat je eigenlijk een zuiver kanaal bent voor die hele hoge energie, die diamantenenergie, de Christusenergie, eenheidsenergie, dus de energie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, dan heb je zo'n impact op de mensen om je omheen, de mensen om je heen, op je omgeving, gewoon door hier te zijn. Dan moet je zelfs nog niks zeggen, maar gewoon door hier te zijn, door de mensen die jou opmerken. Dan gaan ze merken dat er iets aan jou is, iets dat ze niet kunnen beschrijven, iets onverklaarbaar, maar er is iets die in jou aanwezig is, die werkt als een magneet. En dat is het eerste stuk waar dat we als tweelingvlammen mee aan de slag moeten gaan. Om vanuit dat hogere bewustzijn nog dieper in onze kracht te staan, nog authentieker in het leven te staan. Tegelijkertijd ga je ook merken dat hoe hoger jouw energie is, hoe fijner jouw waarheidsdetector werkt. En dat betekent dat wanneer je in contact gekomen met andere mensen die nog niet in hun waarheid of nog niet vanuit hun authentieke energie hun leven vormgeven, dat je gewoon die disbalans, die discrepantie, dus dat verschil in jouw energie gaat gaan voelen.
Waardoor je gewoon gaat gaan voelen, bij sommigen heb ik al zelfs gehoord dat ze gewoon ook kotsneigingen krijgen wanneer dat ze dergelijke energieverschillen opmerken in mensen. En dat is niet erg, maar het is gewoon een manier van jouw lichaam om te tonen van hetgeen waar je merkt en hetgeen waar je mee in contact komt, dat het niet klopt, dat het niet is zoals dat mensen jou willen doen geloven of dat ze zichzelf willen doen geloven. En dus, dat heb ik ook al gezegd in andere video's of in mijn nieuwsbrief ook geschreven. Naarmate dat die artificiële intelligentie meer en meer aan het leven gaat komen, en dat is natuurlijk eigen aan het Waterman-tijdperk, meer met lucht, meer met intelligentie, ging ik zeggen, technologie en zo, dan is het net des te belangrijker om te leren jouw intuïtie en jouw eigen waarheidsdetector nog meer op een zuivere manier te gaan gebruiken. En net daarom was het ook belangrijk dat je leerde om die vrouwelijke energie te gaan gebruiken. Wat dat betekent om de ene keer in je vrouwelijke energie te zitten en de andere keer om in je gezonde, geheelde mannelijke energie te gaan zitten en van daaruit actie te ondernemen. En dat is hetgeen waar dat dit portaal eigenlijk nog meer over gaat. Namelijk die stukken, die wonden die getriggerd zijn door verkeerde keuzes die gemaakt geweest zijn in tijden en in de beschaving van Lemurië en van het Atlantis. Van enerzijds de stukken waar we zelf verantwoordelijkheid aan hebben om daarin onszelf te vergeven. Om ook de anderen daarin te vergeven. En daarom moeten we niet altijd bewust zijn over wie dat precies gaat. En omdat dat nodig is om uiteindelijk die stukken uit het verleden volledig te gaan helen, maar tegelijkertijd ook om te kunnen komen tot die onvoorwaardelijkheid ten aanzien van iedereen en die eenheid in jezelf. En dat is het stuk ook waarin je gaat zien dat dan met de komende jaren meer en meer mensen dat inderdaad tot die eenheid komen in zichzelf en dan in relaties, dat er op een moment misschien nog een enkele gaan zijn die gaan willen oorlog voeren vanuit die verwarmde energie, maar ze gaan geen mensen meer hebben die dat ondersteunen en die daarachter staan. En dat is waar de ware revolutie over gaat. De ware revolutie gaat erover, over van binnen naar buiten. Over dat de ware kracht om de wereld te veranderen niet daarbuiten ligt, maar in jezelf ligt. Als jij andere keuzes gaat maken, als jij vanuit een ander bewustzijn en een andere visie op anders gaat reageren op jouw omgeving, op jouw mensen, en dus altijd zien wanneer mensen vanuit gewonden gaan reageren en daar op dat moment ervoor kiest om weg te stappen en dus ruimte te houden en te zien dat, dat eigenlijk het gekwetste kind aan het stuur staat en het gekwetste kind is die spreekt. Dat is superkrachtig. En dat zijn de momenten waarop we gaan zien dat we echt ware veranderingen gaan zien. Ik ga deze video afronden met anders dan een aantal tarotkaarten te trekken. En we krijgen dus 7 van wanten met de boodschap, het is het waard om ervoor te vechten. Want uiteindelijk is dat ons noordnode op het collectief. Dus dat is hetgeen waar we richting naartoe gaan. Het is belangrijk dat we leren onze gedachten en onze mind te gaan controleren. En dat we leren bewust te kiezen wat dat we gaan zeggen, wat dat we gaan denken, hoe dat we gaan denken over, over onze mogelijkheden, over wie dat we zijn, over onze essentie en over de wereld. En dat we niet verder gaan met de dingen waar we mee bezig zijn. Dat we stukken rond gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan zelfwaarde, een negatief zelfbeeld en zo verder, dat we dat loslaten. Maar dat we in die divine feminine en in die divine masculine stappen, in die empress en die emperor. En dat we van daaruit dan de nodige risico's nemen om onze wereld te veranderen. Want dat gaat ons ook tonen wanneer dat we inderdaad actie moeten nemen en wanneer dat we in een periode van geen actie, dus van stilte en meditatie en naar binnen gericht. En dan ga je zien dat heel veel dingen ook gebeuren buiten onze controle om, die uiteindelijk de nodige veranderingen teweeg brengen. Want dat is hetgeen dat balans gaat brengen in onze eigen energie en in de wereld. En die al de emotionele disbalans die er is in onszelf, want dat is de enige reden waarom dat er zoveel discussies en onvrede en disbalans en zo verder is,
Dan gaat... dat zijn er te veel. Dus wanneer dat die balans er is, wanneer dat die emotionele disbalans gecreëerd is, wanneer dat het onbewuste bewust geworden is, wanneer dat we ontdekt hebben wat het betekent om gewoon onszelf te zijn, dan gaan we merken dat het leven er gewoon om gaat om ervaringen op te doen, om gewoon plezier te hebben. En dan gaan we zien, dan gaat de mannelijke energie ook zien dat elke verandering er met een doel is. En gaat het niet meer ervaren worden als iets die niet welkom is, dat niet aanvaard was. Maar de mannelijke energie gaat geleerd hebben om vanuit die balans en die harmonieuze connectie met de vrouwelijke energie om het leven vorm te geven. En dat zal ervoor zorgen, en daarmee eindigen we deze video met de sterkaart. En daarop staat er wish granted. En dat zal ervoor zorgen dat al de wensen die we diep in onszelf hebben, willen geliefd zijn, liefde voelen, liefde ervaren, willen gezien worden, hier gewoon kunnen zijn en de dingen willen doen en ervaren wat we willen, zonder kommer en kwel, dat is hetgeen dat ook voor ons zal beschikbaar zijn. Zo, ik wens jullie alvast een heel fijne feestdagen, een zalig kerstmis en... ik ga sowieso nog een video maken voor 1 jaar, dus ik ga je nog geen goed nieuwjaar wensen. Ik wens je alvast een hele fijne kerst. Ik zou zeggen, laat de boodschappen vandaag wat bezinken. Maria Magdalena en Joshua zijn als de pioniers van de geheel vrouwelijke energie en de geheel mannelijke energie bij elke tweelingblank koppel nu iets dichter aanwezig dan anders, omdat ze extra beschermd worden. Omdat het super belangrijk is dat die eenheid er komt. Niet alleen voor die koppels, daar gaat het zelfs niet om, maar wel voor het collectief. En ik denk dat je na deze video begrijpt waarom. Voilà, dat was het voor nu. Wil je een persoonlijke reading voor je eigen connectie, eigen tweelingplan, zielsconnectie, wat dan ook? Dan kan je dat reserveren via de link onderaan de video. En ik wens je vast een heel fijn kerst. Tot de volgende!